De uitspraak van de president tijdens een VHP-meeting in Nederland over mogelijke vervroegde verkiezingen is niet storend overgekomen bij de coalitiepartners. Althans, niet bij vicepresident Ronnie Brunswijk. Wat wel in het verkeerde keelgat is geschoten, was de oproep van het staatshoofd over het belang van 28 zetels of meer voor de politieke partij VHP. In ieder geval, wanneer het gaat over vervroegde verkiezing, alles mag zijn. Abop, we zijn ready, ready. We zijn ready voor een verkiezing. We zijn niet allemaal verkiezingen. Maar wij hebben het niet over dat de president dat hier, want de president dat nog fout zijn. Want hij heeft gezegd, een verkiezing kan komen 2025, maar het kan ook eerder. Omdat hij dat nooit in is, ik wil in de toekomst. Maar we zijn zo onder lobby, naar de tijd dat hier, bij AXA Volk 28 zetel. En jullie kunnen nu begrijpen waarom ik dat heb gezegd. Dat betekent, we moeten van hoe doen. Dat me first in attack is dat attack dat die want te gaan president. Ja? Dat die AXA Volk 28 plus. Dat betekent dat we 40 jaar kan doen. We staan in de weg. Je verstaan? Even dat die dan moet hij ons duidelijk zeggen. Met hoe ze op safe staan. Desgevraagd zegt Brunswijk dat het houden van vervroegde verkiezingen aan het volk ligt. Volgens hem is dit niet aan de orde binnen de coalitietop. De regering moet veel zaken rechttrekken die verkeerd zijn gegaan in de afgelopen jaren. Daarom vraagt de VP dat het volk meer ruimte geeft aan de regering om het beleid voort te zetten.